De toekomst is al heel dichtbij, hè? Gaan wij nu over tot het introduceren van onze handel, zodat jullie weten wat wij voor jullie kunnen gaan betekenen. Dus ik zou zeggen, mensen, blijf vooral nog even staan. Ja. Kom, blijf maar staan. Wij bevelen ons hartelijk aan. Uw lot ligt in onze hand. Profiteer ervan. Ja, 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 kom, laat je gaan. Referenties van hier tot de maan. Het kwam eens in vele landen. De charlatans. Ja, dames en heren, wij zijn de charlatans. En hier ziet u ons draaiorgel Esmeralda. Dat u maar een erg stuk. Dank u wel. Pinselijk. En dat is nu het moment waarop jullie allemaal gewacht hebben. Oh, ja. De laatste dagen, weken, maanden, jaren, misschien wel je hele leven. Ja. Otto, de medicinale kruidendrankjes. Ja. Mensen, kom rustig een stukje dichterbij. Hè. Jullie hoeven niet bang te zijn. Ja, of misschien juist wel. Hè. Otto. Goed, goed. Oké, oké. Okay. Ja, 1, 2. Ja, je mag het. Ja hoor, dankjewel. Dank hoor, jazeker. Heel gevoelig. Ja, en beter, wij zijn hier voor jullie, zodat jullie je kunnen verweren tegen angst en kwaad. Ja, ja, met mijn vrouw is hierin een expert, hè? Absoluut een expert. Jarenlang voor gestudeerd, wat een discipline. Maar, geef ik ook direct toe, ook bij andere kwalen kan zij u helpen, hè? Maar dan moeten wij wel weten wat fysiek gezien uw probleem is. Waar heeft u nou echt last van, hè? Misschien heeft u last van extra ogen, een jicht. Misschien heeft u last van schimmelnagels zoals mijn vrouw. Misschien. Mijn expertise reikt dus verder dan alleen maar het bestrijden van de angst. En schimmelnagels. Hier bij de oude abdij heb ik kruiden tegen alle kwalen. Bij volle maan pluk ik die kruiden en ik maak er deze prachtige mengsels van. Alles volgens geheim recept natuurlijk. Zo heb ik hier een mengsel tegen chronische nachtmerries, koude rillingen, beklemmingen, kippenvel, nachtelijk onbehagen en natuurlijk het middeltje tegen de angst. Mijn man Otto die is dus vaak heel erg angstig. Zo zie ik. Heel erg angstig. En dan? Zo, wat zijn wat dan? Dat jij heel erg angstig bent. Ik heb het. Jij bent vaak heel erg angstig. Ja, dat hadden we afgesproken. Dat is nu. Oh, dat is natuurlijk. Ja. Ja, ja, ben ik heel vaak. Ja. 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 Oei. Want dan heb jij last van razende rillingen. Kippenvel. Otto lief, hoe voel jij je nu? Ik voel mij goed. Ik heb weer de moed. Ik ben weer zo sterk als een beer. U ziet het, dames en heren. Dit is pure wetenschap. Dokter Charlatan voegt het woord bij de daad. Dus kom bij mij voor goede raad. Ik bescherm jullie tegen angst en kwaad. Binnenkort, we krijgen maar met de charlatans kwalijke zaken. Dus, mensen. Grijp uw kans bij de charlatans! Ze hebben niks door. Ze hebben niks door. Dan worden we hier hartstikke rijk, man. En ik voel het. Ik ruik het. Wie had dit gedacht? Heeft het lot bijna hier gebracht? Met mijn hulp zal ik jullie behoeden. Zet ik uw vrees om in moed. Ondoenbare macht. En angst in de nacht, dat zegt Esmeralda. Kom, blijf maar staan, wij bevelen ons hartelijk aan. Uw lot ligt in onze hand, we profiteer ervan. Ja, kom, laat je gaan.
referenties van hier tot de maan. En commerce in vele landen, de charlatans. Maar er moet veel gebeuren, mensen, voor je het weet is het 31 oktober. Ja. Wij zijn aan de slag. U ontmoet ons hier elke dag. Als we vegen, sjorren en sjouwen om deze oude abdij. We zijn nog niet klaar, dus tot ziens hoor, waar je bij Espirola. Kom, blijf maar staan, wij bevelen ons hartelijk aan. Uw lot ligt in onze handen, profiteer ervan. Ja, 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 kom, laat je gaan. Referenties van hier tot de maan. En van Meus in vele landen, de charlatans. Dank u wel. Dank u wel, dank u wel. Ja, die mensen, jullie hebben het gehoord, wij zijn hier voor jullie. Hè. Dat geklap, dat is een heerlijk geluid. Wij horen ook heel graag jullie beurzen klappen. En dat kan natuurlijk ook bij Taverne in Den Zwarte Kat. Ja, we hebben vandaag drie speciale aanbiedingen die we eigenlijk altijd hebben. Dus ga heel gauw kijken voordat ze weg zijn. Jazeker. En dan is er de mogelijkheid tot het maken van één foto. Ja. Dus dat wordt een groepsfoto. Dus iedereen die durft en wil, die mag hier komen staan. Dan wordt er één foto gemaakt door de papa en de mamarazzi's. Wie durft?